Paul hier van de Wegenwacht. Leuk dat je kijkt naar een vlog van mij. Ik ben onderweg naar mijn eerste pechgeval. Ik zal mijn caravan even afsluiten. Dat is natuurlijk anders dan thuis, hè. Daar ga je een vertrekje vanaf je stalling. Maar hier vanuit de staakcaravan, gewoon op een camping, net als alle andere toeristen. En we gaan rijden naar het eerste pechgeval bij Garda Village. Dat is redelijk dichtbij. Dus ik ben benieuwd. Maar wel leuk hoor, hier zo in het Gardermeer. Aan het Gardermeer. Morgen buren! Goedemorgen! Was gezellig hè gisteren? Ja, was heel leuk. Heel leuk. Was ja. Een gezellig avond. Je noemt het toch? Zeker. Voor herhaling en wat dan? Ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja, ik ga naar het dorp in. Oké, nou ik ben onderweg naar mijn eerste weggeval. Dus, succes vandaag. Ik ben benieuwd. Mensen die naar huis te moeten, dus er is een beetje, een beetje haast bij. Succes! Dag. Doeg! Hoi! Zo, we zijn aangekomen bij Camping Del Garda. En hier ontmoet ik Rick, toch? Yes. Hey man. Hey. Paul. Rick. Hi. Hey, jullie zijn van plan om weg te gaan, hè? Klopt. We zouden met de Volvo? Ja. Vanochtend vroeg? Oké. Ja. Maar er was een kink in de kabel. Ja, gisteravond zijn we weggereden en we kregen een melding van koelvloeistoflekkage. Ja? En ik heb naderhand de auto meteen hier uitgezet en ik heb onder de motorkap gekeken. Ik heb een filmpje voor je gemaakt. Oh, dat is mooi. Zodat je kunt zien waar de lekkage zit. Ja. Dus ik hoop dat je kunt maken. Ja. Wel een leuke vakantie gehad? Heel leuke vakantie gehad. Ja, het is echt fantastisch. Alleen dat file rijden, dat is, Dat is een ramp hier. Ja, we waren op de heenweg hadden we mazzel, dus met de hele reis. Dat ging perfect. Oh, top. Ja. Oké, nou we gaan even kijken. Ja. Alright. Yes. Nou, je had zelf een lekkage gezien, hè? Ja, ik heb hem gisteravond waargenomen. Ja? Ik heb er even een filmpje voor je gemaakt. Oké. Nou, Rick, ik heb je filmpje gezien. Ja. Nou, dat lijkt mij geen onoverkomelijke zaak. Dus dat is mooi. Dat is dus goed ik om te horen. Ik verwacht eigenlijk nog wel dat je naar huis gaat. Rick heeft een filmpje laten zien. En hier zo, deze slang gaat over in een kunststofleiding. En hier is de lekkage. Dus als ik zo voel, is het ook een beetje zacht allemaal. Dus we gaan eens even kijken. Nou, ik ben gelukkig op tijd gestopt. Want het reservoir is nog al lang niet leeg. Kijk, dit is de retourleiding naar het expansievat toe. Deze is het. Dus je ziet ook dat het een beetje groenig is. Zie je? Ja. Zo te zien is gewoon de kunststof is afgebroken. Zie je? Dus ik ga het even op een andere manier maken. Dat komt helemaal goed. Zie je, een beetje gaar gewoon. Ik probeer het je onderzoek af te krijgen, alleen zit het gewoon een paar jaartjes erop. Dan snij ik hem even open, maar wat ik niet wil is dat hij metalen leiding afbreekt. Thijs, slangetje. Ja, dat is hem. Kijk, het is gewoon een rubber slang. En die gaat over in een kunststofleiding. Met het hele gezin. Het hele gezin hier. Ja. Voor de twee kindjes. Oh ja. Leuk. Ah, we hebben ook gewoon mazzel gehad met het weer volgens mij. Dus het was heerlijk. Echt. Ja. Perfecte camping. Mooie omgeving. Ja. Even kapot. Ja, het is wel leuk hier, hè? Zit je het hele seizoen hier? Of, 6 weken. 6 weken, oh ja.
En dan 7 dagen in de week of? Nee, maar 5 dagen. Oké. En dat is mijn weekend door de week, want de meeste mensen vertrekken natuurlijk op zaterdag, zondag. Eens even kijken, hier een beetje slang. Oké. Even een beetje de lengte bepalen. Hierop. Leiding eroverheen. Krapjes hier zo, dus pak even wat anders eraan. Ja. Waar gaat de reis naartoe straks? We gaan weer naar huis. In één keer? Of? Nou ja, dat was vanochtend wel de intentie, maar we gaan dadelijk gewoon rijden. En als het niet meer gaat, vooral met de kindjes natuurlijk, dan gaan we stoppen en dan zoeken we een hotelletje. Ja. Worden ze zo makkelijk met internet, hè? Ja, dat als je zegt van ik wil een uurtje rijden, wat heb ik in de buurt? Ja, dat stelt niks meer voor. Weer aangesloten op het expansievat. Een nieuwe leiding. En daar beneden aangesloten op de metalen leiding. Nou, mag je hem starten voor mij? Oké. Nou, dopjes dicht. Mooie pijl. Er stroomt water door de nieuwe leiding heen. Dat kan ik voelen. Hij wordt lekker warm. Oké. Nou, tijdens het warmdraaien zagen we dat deze aansluiting ook ging lekken. En je kan ook wel zien dat de borging, ja, de helft is weg, ook dat is afgebroken. Dus het is allemaal een beetje gaar geworden. Dus gelukkig hebben we dat nog kunnen zien. En ik heb wel even een verloopje moeten maken. Want deze aansluiting is qua diameter groter dan deze aansluiting. Dus nu moet het goed zijn. Mag je weer starten. Hey, nou, jullie kunnen maar naar huis toe. Wij gaan weer naar huis, toch? Gelukkig. Ja. Oh, ja. Nou, en de kleurplaatjes. En voor papa heb ik nog een, of voor mama heb ik nog een... Top. Een zonnehoedje. Dankjewel. Alsjeblieft. Twee kanten te dragen. Twee kanten te dragen. Nou, wat een luxe. Ik zou zeggen, goede reis voor jullie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Wel thuis. Dankjewel. Even langs de dealer thuis en dan... Ja. Anders klaar. Bedankt voor je hulp. Het beste. Ja. Toch? Heel erg bedankt. Alsjeblieft. Hoi. Hey. Een beetje een nadeel van rijden aan het Garnemeer, langs het Garnemeer. Het is te druk en veel file rijden dus. Nou, ik ben aangekomen bij een appartementencomplex in Garda. Tenminste, Garda Rooms in Pesquera. En wie heb ik het genoegen? Met Robert Ozega. Robert? Hey. Robert, ja. Hey. Paul. Van hey, goeiedag. Dat is hem, hè? Dit is hem, ja. Volkswagen Golf. Druk aan toeteren hier. Dat is hem, hè? Volkswagen Golf? Ja, dat is hem. Ja, leuke auto, maar ja. Ja, nu helaas... Je wil gaan naar huis, hè? Ik wil gaan naar huis morgen, ja. Dus, hoe lang zijn jullie geweest hier? In totaal zijn we 3 weken geweest. Kijk, lekker man. Ja. Leuke dingen gezien? Ja, heel mooie dingen, ja. We zijn al een paar dagen in Rome geweest en we zijn naar Amalfi Coast geweest. Op mijn verlanglijstje Rome. Ja, dat is heel mooi, hoor. Echt, maar nu dan ga ik naar huis toe? Nu dan ga ik naar huis. Want, ja. Moet je weer werken maandag? Nee, ik heb gelukkig maandag vrij, dus ik moet volgende week dinsdag weer. Maar, dat is wel lekker, dat is wel lekker. Maar, wat doet hij? Hij doet het ineens moeilijk. Ja, hij stort het heel erg. Dus, hij stort het? Ja. Oh, dan mag je hem even starten. Ja. Ja, dat klinkt niet goed, Robert. Nee. Robert of Robert? Robert. Robert. Hey, rij me even een klein stukje naar achter.
Oh ja, ja, je ruikt toch Homer. Hier heb je spullen voordat je ze kwijt bent. Oh ja. Ja? Super, en je ruikt ook enorm benzine. Dus ja. Doe de motorkap maar even open. Oké, nou dat ziet er niet goed uit. De motor rammelt enorm. Nou, ik ga eens even kijken. Nou, dan gaan we eens even kijken. Dan gaan we eens even uitlezen. Ja. Vier foutjes. Oké. Dan gaan we eens even wat verder kijken. Wat kunnen we zien? Ik heb lambda-zonde probleem, cilinder 3, cilinder 4. Nou, meerdere ontstekingfouten dus. Kijk, hij geeft ook die lambda-sensor aan. Ja. Maar dat komt omdat het natuurlijk allemaal onverbrande benzine langs gaat. Tuurlijk, ja. Dat is natuurlijk niet dat is logisch. Hier zien we de ontstekingsunit. Ik ga even eetje in de zon staan, in het zonlicht staan. En dan zie je hier bougiekabeltjes lopen. Die lopen onder het inlaatspruitstuk door naar de bougies toe. En ik ga als eerste even die bobine controleren. Maar dan moet ik het een en ander voor weghalen. Zo. Speciale Volkswagen Torx. Zo. En dan zit er nog eentje. En als het goed is, komt dan die beugel los. En dan kunnen we wat makkelijker erbij. Zo. Dan zit dan ook weer de kapstok aan vast. Voilà, die leggen we even daar neer. Pak hem even over van je. Nou, en hier zien wij de ontsteking, de disbobine. Nou, ik heb een nieuwe mee vanuit Nederland. Op de gok meegenomen. Dus dat is mooi. Dus die gaan we nu als eerste even proberen. Even een nieuwe bobine erop. Gewoon even los om te checken of die dan wel goed loopt. Want dan weten we gelijk waar het probleem zich bevindt. Dan moet ik nu alleen nog eventjes de stekker losmaken met de voeding en de aansturing daarvan. Ja, het is wel een beetje kort. Ik maak eventjes de stekker van de oliedruksensor los. Dat maakt voor nu eventjes niet uit. Maar dan kunnen we even overpluggen. Zo. Met de gas erbij. Nou, ben je nog niet overtuigd? Nee. Oké, zet maar uit. Nou, we zijn even bezig om een paar bougies eruit te draaien. Nummer 1 heb ik net uitgehaald. Die was oké. En nummer 3, als je daar kan zien in de verte, was ook oké. Dat is deze bougie. Ziet er op zich goed uit. Maar dan pakken we de bougie van cilinder 4. Kijk, die ziet er niet uit. Helemaal smerig, heel erg goor. En de isolator in het midden die is een beetje gezakt. Dus die bougie is gewoon defect. Ik moet even kijken wat daar de oorzaak van is. Het kan de bougie zelf zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld de kabel zijn. Of inwendig is er technisch iets niet in orde. Wat ik nu eerst wil doen, is even eens kijken of die vierde cilinder, of daar iets niet in orde is. Dus dan pak ik even mijn compressiemeter. En dan gaan we eens even compressiemeten. Ik heb de ontsteking losgenomen, zodat de motor niet kan aanslaan. Ik heb mijn compressiemeter in het bougiegat van cilinder 4 gedaan. Robert, dan mag je even plank gas geven. En starten. Ja, plank gas en starten maar. Oh. Nou, hij komt nu al over de 10 bar heen, dus dat is goed. Perfect. Nou. Dat gaat goed. Dat gaat goed, dus dat is mooi. Dat is mooi. Nou, in theorie kan het dus gewoon alleen de bougie zijn. Het kan de bougiekabel zijn, die is een klein beetje doorgesleten, dus die moet sowieso worden vervangen. En wat eventueel ook nog zou kunnen, is dat er een injector blijft hangen. Dus dat er veel te veel benzine. Ja, dat die motor ingaat, snap ja, je? Ja, juist. Ja. En dat die daarom ook zo fel draait. Ja, ja, inderdaad. Ja. Oké. Dus, we gaan even verder kijken. Er zit nu een goede bougie op plek nummer 4. Nog met de nieuwe bobine eraan. We gaan even starten nu weer. Gaan we kijken wat er gebeurt. Oké.
Even je gas geven. Kijk, zo hoort het te zijn. Mag ik hem uitzetten? Nou, loopt nu weer goed. En nu ga ik de oude bobine weer aansluiten. En ik hoop dat de oude bobine zeg maar, het probleem overleefd heeft. Nu de oude bobine weer aangesloten. Hier ligt een nieuwe bobine. De oude bobine met wel een nieuwe kabel op cilinder nummer 4. Robert, mag je hem starten? Even gas geven, ja. Super! Ja, top. Zet maar uit hoor. Zo, nou, we gaan de boel weer een beetje in elkaar aan het zetten. Hé hey Robert, wat hoor ik nou? Je doet ook nog een zware studie? Dat klopt, ja, klopt, inderdaad. Ik volg nog een studie technische bedrijfskunde naast mijn werk. Kijk. Dus, leuk. Even goed investeren in jezelf. Ja, dat is goed man. Maar goed, ja. En dan werk je dus 5 dagen in de week en dan ook nog even studeren. En ook nog even studeren, ja. Klopt. En, ja, dat valt niet mee. En wie zegt dat de jongeren hun best niet doen? Nou, ik vind het knap. Ja. Echt waar, serieus. Het valt niet mee, inderdaad. Maar ik zit in mijn laatste jaar, volgend jaar, dus het einde is in zicht. Oké. Maar ik was alleen toen op vakantie, zeg maar, dus hebben we er lekker van genoten. Ja, fijn man. Ja. Nou, die boel zit hier weer in elkaar. De bobine, die was gelukkig nog goed. Van cilinder 4, als gezegd, heb ik de bougie vervangen. Niet de juiste, maar daar kunnen we voorlopig even mee rijden. Uiteraard moet daar de originele bougie in terug. Het liefst alle 4 tegelijk, 4 nieuwe bougies, 4 nieuwe bougiekabels. Nummer 4 was doorgesleten. Ik had hier toevallig bij me een noodkabel. Daar kan Robert mee naar huis komen in ieder geval. Laat maar lekker draaien. Nou, klinkt goed, hè? Ja, klinkt weer als een noot. Het managementlampje blijft uit, dus dat is ook oké. Okay. Ik had de storen al gewist. Nou, Robert, alsjeblieft. Ja, super, bedankt. Was me een waar genoegen. Ik hoop dat in Nederland ook nog even de zon schijnt. Heel erg bedankt voor de... En 2 kanten te dragen. Ook nog op iets in het geel. Kijk, nou, wat leuk, ja. Super. Nou, dan beste man. Ja, en heel erg bedankt. En wel thuis. Dat komt vast goed. En de groetjes. Hé, hey, bedankt. Hoi. Ciao. Hoi, hoi. Ciao. Hoppakee. Die ook nog even dicht. Zowel de Golf als de Volvo die rijden weer, kunnen naar huis toe, dus dat is mooi. Vond je dit een leuke vlog? Like hem dan voor mij. Heb je een vraag of een comment? Laat het hier beneden achter. En vergeet je trouwens niet te abonneren op ons YouTube kanaal, want dan zie je meer van dit soort vlogjes van mij en van mijn collega's, zowel in Nederland, in Frankrijk en Italië. Groetjes, dit was Paul. Arrivederci. Deze mooie beelden wilde ik jullie niet onthouden. Hartstikke handig, de veerpont van de ene kant naar de andere kant, over het Garnemeer met weegwachtauto en al. En soms een stuk sneller dan helemaal omrijden. Wil je zelf een starthulp geven aan een andere auto? Monteer dan eerst de rode kabel en daarna de zwarte kabel. En tijdens het opladen moet je toch wachten. Kun je mooi even kijken naar onze video's en vergeet niet te abonneren.